Maar ik, een relatief rijstige Ierwiksel, vreeg het nog een soort van de helptjinsten. Nou, onze politiechef heeft het wel eens vergeleken met een nationale risicowedstrijd of een evenement. En eigenlijk dat betekent dat we maximaal geprepareerd zijn op oud en nieuw met alle hulpverleners. En we zijn echt met grote hoeveelheden zijn we aanwezig. De brandwacht rukt in totaal 21 keer uit, met name voor Lietse brandjes. Dat is minder als de treinjochtige incidenten van verleden jaar. De grootste brand wie in Harig. Een groot part van een manege baande uit. De brand ontstond in de kantine. Troch grut op de schaal kon de brandwacht voorkomen dat het vuur oersloeg naar de rest van het gebouw. De skade van het gebouw is grut en werd roest op zo'n 1 miljoen euro. Heel moeilijk te zeggen wat daar de oorzaak geweest kan zijn. Er is inderdaad de afgelopen 24 uur niet of nauwelijks iemand geweest, dat klopt. We hebben daar op dit moment nog geen zicht op. Het pand is op dit moment instabiel en waarschijnlijk nog te warm om te betreden. Dus om dat te onderzoeken zal nog even gewacht moeten worden. En dat zal in de loop van de avond wellicht morgen pas kunnen gebeuren. Het meest opmerkelijke incident wie in Damwoord. Een auto met een baande caravan ramde der haast een wenhoes. Een auto die op oprit stier rekkers kan scheren door het ongeluk. In heel Friesland heeft de politie njoggen meest kunnen oorhouden. In één situatie is een beveiliger mishandeld. Daarvan hebben we de verdachte aangehouden. In een andere situatie is een collega van ons, een politieagent, is mishandeld. Die heeft een klap tegen zijn hoofd gekregen. Die verdachte was al aangehouden. Die krijgt daarvoor ook zijn straf. En de andere aanhouding moet u denken aan of belediging of vernieling of het in bezit hebben van verboden vuurwerk. Ik, de Friese ziekenhuizen, heb een rijstige Audi's nacht gehad. In het MCL in Ljouwert kwam maar één vuurwerkslachtoffer binnen. Een slachtoffer hier verwoning zonder haan. Ik in het Antonius ziekenhuis in Snits, wie net volle drokte, daar weer één patiënt maar verwoning zonder eer, troch vuurwerk. Ik in ziekenhuis naar Smellingen in Drachten, wie het rijstige raslien neer. Daar kwamen 12 vuurwerkslachtoffers op de eerste help. Een slachtoffer van Tolvier, wie verwoenen rekken bij het karbidschippen. Het orenslachtoffer van 14 hier rekken zwier verwoenen aan een van zijn handen, troch een vuurpielk.